Ronnie Flex kennen we natuurlijk van zijn hits. Want ik heb drank en drugs. Nu gaat hij undercover op zoek naar zijn grootste fan, die hij ook nog eens gaat verrassen met kaartjes voor zijn tour. Hallo, ik ben Gregory van Funix en vandaag gaan we rondvragen wat mensen vinden van Ronnie Flex. Hallo, wat vinden jullie van Ronnie Flex? Ben ik een kleine jongen. Het is voor alsof hij een grote jongen is, maar dat is hij niet. Je kent Ronnie Flex niet? Nee. Zeg maar de mooie boy bij de kleine girls. Ik heb hem ooit ergens gezien. Ronnie Flex. Wat is dat? Ken je Ronnie Flex niet? Nee. Ik zag hem laatst nog op tv. Ik vind Ronnie Flex kankerdoop. Waar zag je hem? In Expeditie Robinson. Dat ook. Ik heb met hem op school gezeten. Wat vind je van Ronnie Flex? Ik vind hem wel wat chill. Aardige jongen? Ja, op zich wel. Alleen, ik ben niet de beste vrienden met hem. Wat vind je van hem? Volgens mij ben jij dat toch zo? Nee. Jawel, ik ga er verder geen woorden aan vuil maken. Ik vind hem echt top. Ik zit altijd helemaal... Hij is strijder, man. Hij maakt ook gekke pokus. Weet dat het niet mijn favoriete rapper is. Mijn vriend die wordt altijd boos op mij. Daar is hij wel goed in, vrienden boos maken van meisjes. Ja. Ronnie, doe je best, jongen. Je gaat wel komen, vent. Zing eens een liedje van Ronnie Flex. Ik heb een granaat in mijn hand. Ik gooi hem richting jouw kant. Ik ken jou niet, Ronnie Flex. Nou, aangenaam bij deze. Maak ondertussen kennis met Naomi en Bad Boy Ibi, a.k.a. Jandino. Lastigvallen is ook jouw talent, zie ik. Pas je wel een beetje op voor Ibi? Je moet je met pakken, dan ga ik jou pakken, Ronnie. Rustig. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Ik heb geen idee. Als je bitch wil chillen. Geen probleem. Dan? Terug, want ik heb... drank. En drugs. Vind je die leuk? Ja. Oh, goed om te horen. Hij staat ook in mijn telefoon. Wat vinden jullie van dat liedje? Van ASO. Je kwam natuurlijk ook over de wereld of gewoon over een meisje rap of weet ik ja, wat. Dat vind je een kutnummer. Ja, ik vind het niet geweldig. Hoeft niet per se over drank en drugs te zijn, toch? Heeft u gelijk. Wat vindt u van drank en drugs? Ja, zo heb je het toch op een vraagje dan ik. Niet opgeven, Ronnie. Misschien heb je wel geluk bij dit stelletje. Hallo, ik kom even onder je paraplu staan. Wat vind je van Ronnie Flex? Eigenlijk ben ik wel stiekem een beetje fan. Je bent stiekem een beetje fan? En hoe komt dat? Er was een keer een vriendin van mij die stuurde haar nummer. En toen dacht ik, ja, is wel... Wacht. Hey, kill, doe rustig, man. En toen dacht ik, is wel chill, want het is wel nice is wel en chill, zo. Chill, toch? Ja, toen dacht ik, nice en zo. En toen dacht ik, als ik een keer gewoon naar een liveshow kon of zo. Nou, ik zal je eens wat vertellen. Ik ga je wat vertellen. Jij kan naar een liveshow gaan van Ronnie Flex, want toevallig... ben ik Ronnie Flex. En we got a winner right now. Hij is een beetje zo grillig vandaag. Je denkt niet van plaats. Hé, laat hem hier komen, laat hem hier komen. Ik krijg altijd problemen met hem. Hij is Hij weet dat ik fan ben, weet je. In ieder geval, je hebt kaarten gewonnen bij deze. En Ronnie, kom even hier. Voor wanneer? Kom even hier. Je bent toch zo'n grote rapper. Kom dan even hier dan. Kom even hier. Maar laat me even komen. Vooral niet afgaan. Hij vecht vaak. Kom hier. En hij is heel jaloers. Kom, laat me met je praten. Kom even hier. Waarom kom je bij mijn smaak, broer? Waarom kom je bij mijn smaak? Ik ben gewoon bezig voor van niks. Ik vraag iedereen op straat. Wat is met je nossen, broer? Er is niks met mijn nossen, maar ik ben vermomd en ik vraag mensen, stel mensen vragen op maar straat. Maar waarom zit je mijn vriendin dan? Ik zit helemaal niet aan haar, ik stel alleen een vraag. Waarom ben je opeens gangster op mij, broer? Ik ben helemaal niet gangster, man. Nee, maar waarom zit hij aan jou, broer? Maar ik zie hem toch kijken. Oké, maar luister, dan zou je met haar naar bed willen of zo? Nee, dat gaat het helemaal niet. Het gaat er wel om. Ik vraag je, wil je met haar naar bed dan? Nee, totaal niet. Maar het is mijn smaak toch? Ja. Het is niet jouw smaak toch? Hij stelde me gewoon een vraag. Hey broer, ik zweer, we kunnen het ook gewoon nu man-on-man doen. We kunnen ook gewoon nu man-on-man doen, hè? Nou, man-on-man. Nee, oké. Maar luister, broer. Is dit jouw bodyguard? Oké, maar luister. Ik ga hem niet aanraken. Ik kan hem gewoon klappen hier, hè? Het wordt helemaal leuk. Oké, Ronnie, luister, ik waarschuw je. Ik wil dat je shit niet meer doet, hè? Vorige keer heb je al die smaak van die ene cabaretier afgepakt, hè? Van Jandino, hè? Ik heb die hele tory al gezien op Phonics app, hè? En nu wil je van Jandino? Je hebt die smaak van Jandino vorige keer gepakt, die hele tory toch? Oh, toch of niet dan? Heb je die smaak? Nee, dat heb ik niet gedaan, man. Ja? Broer, je wilde zeggen dat je hebt Jandino's smaak niet gepakt, broer? Dit is Kano Jandino's kanker! Ah, dit is een kikker!
Ja, zo doen we dat bij Phonix, jawel. Jullie hebben me gek geflasht. Roddy check. Ja, kill. Ben jij wel een echte fan van mij? Luister dan naar Phonix en win een paar kaartjes voor mijn tour. Ik ben jouw grote fan, broer.